Het was een gouden tip voor de politie. De eigenaar van Autogroep Twente in Hengelo ontdekte afgelopen weekend dat er een grote diefstal van autowielen was voorbereid. Maar de politie kon daarvoor niet genoeg mensen inzetten. De dieven sloegen die nacht toe bij een ander autobedrijf in de buurt. Tot grote frustratie van de autohandelaar. Nou ja, ik merkte al dat er iets, het klonk alsof iets aanliep en die auto die rammelde een beetje. En toen ik de grote weg opdraaide, toen zag ik de bouten door de lucht vliegen en mijn wiel de andere rijbaan op vliegen. En die auto die zakte naar links voor. En ja, toen was mijn wiel dus weg. Dat was wel schrikken. Jelle heeft geluk gehad dat hem niets is overkomen. Bij zijn werkgever in Hengelo bleek dat er meerdere moeren van wielen losgedraaid waren. Ter voorbereiding van een diefstal van de wielen. De eigenaar licht meteen de politie in. Ik zeg, hoe zit het nou? Want ik zeg, ze komen terug, 90% kans. Ja, sorry, dan moet u zelf maar reposten. Wij hebben geen capaciteit. Die nacht worden er bij een autobedrijf iets verderop toch 20 wielen gestolen. Het bedrijf van Han Meijers ontspringt de dans. Ja, dit was op een presenteerblaadje voor de politie van een bende in Oost-Nederland die Oost-Nederland al langer teistert. Ja. Heel eerlijk gezegd ben ik het vertrouwen in de politie een beetje kwijt. Ja. De politie snapt het gevoel, maar vinden de tips wel degelijk belangrijk. Als je achteraf kijkt, dan snap ik ook heel goed dat je denkt van nou, dat had de politie eigenlijk wel moeten voorkomen. Alleen aan de voorkant is het niet zo simpel dat we dat altijd maar kunnen regelen. We zijn s'nachts hebben natuurlijk onze surveillances en we hebben die plek ook zeker in meegenomen. Alleen het is niet zo dat we de hele nacht in de bosjes hebben gelegen. Maar goed, het gaat wel de kant op als je dit zo hebt, om toch, als dit weer gebeurt, om ja toch dan, ik hou er niet van, een soort eigen rechtertje te spelen.